Hallo, ik ben Sulima van Civi TV en vandaag gaan we mensen interviewen van waar hun plek van is bangen. Wie bent u? Ik ben Rachma Hulsman. Waar zijn we nu? We zijn in mijn plek van Spangen en dat is de Al-Ghazali school. Waarom is dit uw plek? Mijn twee zoons zitten hier op school. Wat maakt deze plek zo bijzonder voor u? Deze plek maakt voor mij bijzonder omdat het een islamitische basisschool is. En ik hier veel vrijwilligerswerk ook doe als ouder zijnde. En dat maakt deze plek voor mij heel bijzonder. En dat al voor 7 jaar lang. Een soort vrijwilligerswerk. Ja, ik doe eigenlijk heel veel op deze school. Ik zit in de ouderraad, ik zit in de medezeggenschapsraad en ik zit in de GMR. En ik doe ook buitenschoolse activiteiten, zoals Siwi. Dankjewel voor de interview. Graag gedaan en succes. Ik ben Roelof. En ik kom iedere dag hier in Spiedwan. Mijn plek is dat ik iedere morgen hier daar bij Spiedpan koffie zitten drinken en tosti. Ik ben Aad van den Enden. Omdat dit mijn werkplek is. Ik werk bij de Stichting Wijkwijzer. Wij zijn nu in de wijkgebouw Spiedpan. Mijn plek is hier in Spangen. Dat ik iedere morgen hier in Spiedpan zit. Drinken koffie. Tosti erbij. En ik ken hier alle mensen hier in Spiedpan. Hoe lang komt u hier al? Nou, toch streek gewoon 30, 35 jaar. 35 jaar, dat is best wel veel. En de buurman? Nou, ik werk hier bij deze organisatie al zo vanaf 1985. Waarom zouden de mensen naar Spiekman moeten komen, volgens u? Nou, omdat het hier gezellig is. Mensen om elkaar en praatjes maar eens. Omdat ze hier veel informatie kunnen krijgen. Over allerlei dingen. Ze kunnen naar de raadsman, ze kunnen naar het maatschappelijk werk. En mag ik jullie hartstikke bedanken voor dit interview hier, hè? Ja. Nou, niks te danken. Ja. Graag gedaan. Fijne dag nog. Ja, ook hetzelfde.